Nou, het is een veilig land en ik ben heel erg blij, want ik was dus een beetje bang dat mijn koffer, zeg maar, of mijn backpack, flightbag, helemaal goed opengemaakt was. Want ik heb niet zo'n internationaal slot. Maar hij is helemaal dicht en hij is helemaal goed en ik ben nu zo blij. Ik heb nu al mijn bagage en de reis kan beginnen. En we gaan straks even eten, dus ik ben ook heel benieuwd naar het eerste eten wat we hier gaan eten. En Komt goed. Ik ben net geland bij Bangkok Airport en we eten nu bij dat café. En het eten is heet. Als je dit neemt, het is heet. Ik ben heel benieuwd. Oh, ja? En we krijgen er gouden bij. Ja, dan moet je geen water nemen. Dan moet je... Wij gaan lekker eten en ik hoop dat Fenna het overleeft. En dat ik het overleef, want ik kan ook niet zo goed tegen pittig. Maar... Oh, nou jongens, pak je zout van haar. Oké, we wilden dus net gewoon in een taxi stappen, maar je moet dus apart boeken daar. En dan krijg je zo'n papiertje met een nummertje en dan moet je dat nummertje hier zoeken. Het is net echt de Primark dat ik me aan denken, want die heeft ook altijd kassa 1 en kassa 2. En dan die auto die daar staat, die mag jij dan je laten brengen, zeg maar. En het zijn dus allemaal van dit soort auto's. Je hebt ook dat soort, maar ik weet niet precies. Dit is dan weer beter verzekerd of zo schijnt. Ik hoop in ieder geval dat ik snel bij mijn hotel kom en dat ik dan nog naar de Skybar kan. Dus wordt vervolgd. Na een taxirit van een uur of zo kwam ik bij mijn hotel aan. Ik heb ingecheckt. Ik zat er straks nog even filmen. Maar ik ben nu bij de Skybar. Silo Road Skybar. En ik wacht nu op twee meisjes. Eén meisje ga ik mee naar het noorden reizen. Dus dat zullen jullie nog vaker zien, dit roos. En daar wacht ik nu op. Het is hier best wel chic. Het is hier echt best wel mooi. Maar ik moest wel mijn backpack, mijn rugzak moet ik achterlaten als ik naar binnen wil. Dus dat wordt nog een dingetje, maar het schijnt heel mooi uitzicht te zijn en ik laat het jullie straks zien. Nou, ze zijn er en we zijn nu bij het uitzicht en het is echt super mooi. Echt, ik ben hier met Roos en what was your name again? Stella. Stella, oh ja. Yeah. Look how beautiful. Wauw. En hier kun je dus eten blijkbaar, maar dat is waarschijnlijk peperduur. Wauw. Dit is gewoon heel Bangkok, kijk je uit, hè? En dit is dan zeg maar, dit is de verdere ruimte. Wauw. En dit is de 64ste verdieping. Moet je nagaan hoe hoog we zijn. Natuurlijk echt 10 minuten of zo voordat ik uit die lift kon komen. Maar het is echt, wauw. En daar staan echt super veel mensen. Het is echt één dikke partyhut. Alleen wordt er niet echt gedanst. Oh, hier kun je het nog beter zien. Vet hoog. Zoveel licht is er gewoon. Eng naar beneden. Kijk, de Hangover Part 2 is hier gewoon gefilmd. Hier stonden wij net voor dat trapding. Oh, en nu gaan we weer naar boven. Oh, nee, shit. Oh, geweldig dit. Ik heb echt zin om te douchen. Ik voel me echt super vies, maar we hebben wel een paar leuke foto's gemaakt. Dus daar gaat het om. Er is een andere meisje kwijt. Moet je nou doen? Klein was en, oh, hij space hem! Oké. Nou, ik hoop dat ik straks mijn rugzak terugkijk en dan zie ik je zo wel. Ik verblijf in het Old Town Hostel en ik zal heel even een beetje laten zien hoe het eruit ziet. Dit is het living room idee. En dan ga je hier de trap op. En dan heb je hier allemaal kamers. En een mannen-wc. En daar heb je de vrouwen-wc en de douches. En verder kun je hier nog naar boven. Het ziet er best wel mooi uit. En ik betaalde 6,12 euro voor één nacht. En ik blijf uiteindelijk twee nachten, dus 12,24 euro. En als je in een kamer komt, daar zou ik denk ik niet filmen. Want het is toch wel persoonlijk, omdat er allemaal andere mensen zijn. Ik slaap in ieder geval in Old Town 05. En er, oh, je ziet hier de indeling. Daar slaap ik dus met 10 mensen. Maar ik vind het niet zo chill om die mensen te filmen. Want dan denken ze ook van, wat doet zij nou? Dus ik ga even alleen naar binnen. En dan zie ik jullie later, want ik ga douchen. Want ik voel me echt heel vies. En we hebben vandaag een rat gezien op straat. Nu ga ik echt even douchen. Doei. Nou, het is inmiddels de volgende morgen. Gisteravond kon ik niet echt meer in mijn kamer filmen, want de lichten waren uit. En ik slaap met 10 andere mensen op mijn kamer. En het is best wel aso als je dan het licht aan gaat doen. Terwijl de rest slaapt. Dus ik probeer zo zachtjes mogelijk te zijn. Vandaar dat ik niet meer gevlogd heb gisteravond.
Maar vandaag ga ik kaartjes kopen voor de bus met Roos. En dan, ik praat alweer automatisch Engels. Dan ga ik naar Central World Shopping Center. En daarna ga ik nog naar Chinatown, denk ik. En ik heb mijn backpack al, mijn rugzak al gepakt. En dan, ja, zal ik jullie zo wel laten zien wat ik allemaal ga doen. Wauw, dit is echt geweldig. In mijn hotel was blijkbaar geen ontbijt. Dus ik ben letterlijk door die deur gegaan. Daar is mijn hotel. En hier is het winkeltje waar je dus ontbijt kan halen. Voor omgerekend denk ik 3 euro. Echt super chill. En het ziet er super leuk uit. Met uitzicht op de weg. En plantjes en zo. Ik vind het echt super leuk hier. Dus ik ben heel benieuwd wat voor ontbijt ik krijg. En dan lekker eten. Ik heb fruitsalade, muesli en yoghurt besteld. Wauw. Ik heb dit ontbijt voor ongeveer 3, 4 euro, denk ik. Het is sowieso dragonfruit, fruit met muesli en yoghurt. Die yoghurt is echt super lekker. En een frambozen smoothie. Kijk dan hoe leuk. Gewoon in zo'n mason jar. Echt, I love this place. Geweldig. Nou, ik heb net een hele tocht gemaakt met Roos. We konden elkaar eerst niet vinden. Dus het was echt zweten en lopen de hele tijd. En toen gingen we naar een ander station om buskaartjes te kopen. Zodat we morgenavond naar Chiang Mai kunnen gaan. Vanaf Bangkok. En nu ga ik naar Central World. Gewoon in mijn eentje, want zij gaat naar vrienden. En ik ga naar Central World om daar te kijken wat er te shoppen valt. En ik neem jullie gewoon mee. Dus ik ben heel benieuwd wat voor winkels ik tegenkom en of het een beetje leuk is daar. Tot zo. Ik sta nu in Central World. Dat is echt het middelpunt van de stad, lijkt wel. Ze hebben hier een heel mooi fontein met olifantjes. En hier zijn allemaal auto's en die gaan ook allemaal daar. En ja, het ziet er al uit als een groot winkelcentrum. Ik zie overal winkels. Ik ben vooral op zoek naar kledingwinkel Stradivarius. Die hebben we niet in Nederland. En dat is een hele leuke kledingwinkel, dus daar ben ik naar op zoek. En wat ik verder tegenkom, dat zal ik ook wel laten zien. Oh, lekker die airco hier zeg. Als je het echt super heet hebt, dan moet je gewoon even de airco opzoeken. Prima, dit. Ik moest hier net zelfs door een poortje. Daarachter is een poortje dat je dus ja, geen wapens en zo meeneemt. Volgens mij werkt het helemaal niet zo goed, want bij mijn camera ging die ook niet af en zo. Maar ja. Het is wel beveiligd. Tenminste, het lijkt beveiligd. Volgens mij werkt het uiteindelijk niet zo goed, maar ja. Hier zijn ook allemaal tentjes. Heel groot raam. Ik vind het wel leuk hier. Ik hou het hier denk ik wel een tijdje uit.